Een hele goede morgen. Jordi en ik zijn al naar de winkel geweest. Ik heb daarna gelijk weer een pyjama broek aangetrokken. Want dat zat gewoon niet lekker. En ga ik daar een fruitje maken. En dan is de dag weer begonnen. Oh ja, trouwens, welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik vergeet zoveel met mijn zwangerschap, hè. Die zouden nou toch wakker zijn? Hallo? Hallo? Kun je ook nog lachen? Net was je zo vrolijk. Lekker stuk. De boe boe boe. Ja. Nou. Oh, oké. Hallo? Abu. Hij is al heel eventjes wakker hoor, want hij had buikpijn, dus daar was ik even mee bezig geweest. Nu ga ik zo zijn broekje verschonen en dan gaan we een soepje doen. Hier ben ik ook al aan het warm maken. Dus ga ik lekker soep eten, jongen. Tomaatsoepie. Lekker stuk. Heel lekker stuk. Nou, hij heeft er geen zin in. Hij gaat weer verder spelen. Hij gaat met Pobekje, denk ik, of zo. Nou, ik ga heel eventjes met hem. Ik ga eventjes hem verzorgen. Hangt hij er niet op, jongen? Mama, hem erop doen. Alsjeblieft. Wil je hem er weer op? Mama, hem er weer op doen dan. Zo, dan zit hij weer op. Goed zo. Zoals jullie zien, Jordi is lekker aan het spelen. Ik heb eten gekookt. En nou wachten we op papa, hè? Ja, wachten we op papa. Hé, jongen, wachten we op papa? Ja. En dan gaan we eten. Is het boe? Handje? Een handje geven. Jawel. Ga je vluchten? Waar ga je heen? Je bent een lilac. Waar ga je heen? Zo, daar zit je weer. Hé, boom. Jordi, blijf gewoon zitten. Ja! Ben je een beetje een zagrijn, hè? Oké. Nou, vertel. Zeg maar. Adieu, boeboe. Zeg maar, we hebben al gegeten. En nou ben ik een beetje chagrijnig. Want het is
bijna slaaptijd voor mij. En dan word ik een beetje chagrijnig van. Oh, voetje! Mama tenenkaas pakken. Dit. Aboe. Zeg maar, papa en mama doen mij vervelen. Ja, zeg maar, ik ben een beetje zo chagrijnig aan het worden. Heel de dag lekker vrolijk geweest. Ik denk dat hij gewoon wil spelen. Ja, ga je hem in de box zetten, papa? Gooi, hè? Hé. Wacht even, gooi het maar. 1, 2, 3. Een hele goede morgen. Jordi die heeft gisteravond nog geholpen door Niels met poepen. Gisteravond ben ik in slaap gevallen. Toen heeft Niels me op een gegeven moment naar bed gestuurd. Toen werd Jordi wakker. En toen heeft Niels Jordi gepakt en heeft die Jordi eigenlijk geholpen met poepen. En heeft hij behoorlijk de wampij uitgekregen, moet ik zeggen. Dat zat hem dwars, dus alles zat ook onder. Dus op een gegeven moment ben ik wakker geworden en toen ben ik Niels gaan helpen. En toen had die kleine Kees die ik in mijn buik heb zitten, zoiets van... Nou mam, je hebt even geslapen, dan blijf je maar wakker ook. Dus ik heb niet meer veel geslapen. Ik heb denk ik een uurtje of 4 geslapen nog. Dus welkom bij het zwanger zijn. hij is echt goed aan het trappen wat dat betreft. Dus dat is alleen maar goed. Maar voor de slaap is dat iets minder. Nou ga ik Jordi aankleden. En ze een flesje geven. En dan hopelijk regent het dadelijk niet. En dan kunnen we eventjes naar de apotheek toe. Om zijn medicijnen op te halen. Want ik heb weer Forlax nodig. En zijn antibiotica is maar 10 dagen goed. En die haal ik dan ook even op. En daarna gaan we naar de winkel. En vanavond komen mijn ouders. Die eten hier mee. En die komen dan op bezoek. Zo, na zijn fruittapje gehad te hebben, zoals jullie net zagen, heeft hij nu zijn flesje en gaat hij zo naar bed. We hebben lekker gespeeld en geknuffeld, gekroeld. En dan gaat hij lekker slapen en dan ga ik hier weer even aan de gang. Helemaal. Nou. Jordi is nog even aan het spelen. Ik ben even het eten aan het afmaken. Mijn ouders zijn nu onderweg hierheen. Die eten hier dadelijk mee. Niels is na zijn werk nog heel eventjes naar het gemeentehuis om een rijbewijs aan te vragen. Want die van hem
gaat verlopen. En ja, ik ga dadelijk vast het eten voor Jordi afmaken. En dan ga ik Jordi vast eten geven. En dan, hij trouwens lang slapen. Dus ik denk dat hij 3,5 uur geslapen heeft. Dus Manneke had nodig, denk ik. Dus maar goed, in ieder geval, ik ga eventjes mijn boerenkool voor Jordi even goed doen. En dan ja, kan ik Jordi eten gaan geven. Oeh, dat is lekker. Jordi doet even eten. Ik eet dadelijk met mijn ouders. Maar dan Jordi moet gewoon eten, hè. Dus... Ja, hè? Kom maar dadelijk opa en oma op bezoek, hè? Ja. Goed gedaan. Dat is lekker. Je houdt hier wel van, hè, boerenkool? Ja. Ik lekker? Mama lekker gekookt. Ja, mama lekker gekookt, hè? Zo lekker. Met de vingertjes, met de vingertjes. Met de platte, platte handjes. En de vuisten, en de vuisten. En de elleboogjes. Klap, klap, klap. Goed zo. Zo, mijn ouders zijn geweest. Het was gezellig. Jordi ligt inmiddels op bed. Niels is even nog naar een vriend toe. En ik ga bij deze de ups en downs ook afsluiten. Ik ga deze nog heel eventjes editen en dan ga ik lekker slaapje doen. En alvast wel rusten en op naar de volgende.